Kijkers, welkom bij deze uitzending. We zijn vandaag te gast bij de Schiedamse tennisvereniging TSN. De club bestaat dit jaar 40 jaar en dat gaan ze vandaag vieren. Bij me staat Bram van der Putten. Ja, meneer van der Putten, ik ga u als eerste even feliciteren natuurlijk met het jubileum van TSN. Ja, dankjewel. Wij zijn apetrots dat we hier zo'n mooie dag kunnen hebben met elkaar. Want u bent een van de vrijwilligers, hè, die het heel veel doet voor de club. Ja, maar ik ben echt niet één hoor. We zijn één groot team hier bij TSN van hele enthousiaste vrijwilligers die zeg maar, deze dag hebben voorbereid. Hoe staat de club ervoor anno 2014? Nou, de club staat er gewoon fantastisch voor in deze periode. Als je de geschiedenis van de club bekijkt, en die heb ik de laatste periode een beetje in kaart geprobeerd te brengen, dan zie je dat er wat ups en downs zijn geweest, maar we zitten weer aan de top op dit moment. Dat kun je wel stellen. Nou, dat is heel fijn om te horen. En zeker de locatie waar u nu zit met tenniscentrum Ketelhagen, de vereniging. Ja, dat is denk ik een heel mooi achterland, hè, zoals dat heet. Ja, wij zitten hier op een fantastische plek. Het is een enorm goed park hier. En nou, je ziet het, al die binnenbanen waar die kinderen nu volop bezig zijn. En de buitenbanen, die smashcourtbanen, die je natuurlijk de hele winter door kan tennissen. Ja, het is een geweldige locatie. En bovendien de hele wijk hierachter. Ja, als je al nagaat dat de helft van de inwoners van Schiedam hier in dit noordelijk deel woont, dan snap je wel dat we daar voldoende kinderen weg kunnen halen. Ja. Bij me staan Jordi en Jasper Frederik van de tennisvereniging TSN. Nou, ik begin even bij Jasper. Nou, je hebt al een mooie outfit aan van TSN. Je speelt ook hier, hè? Ja, ik speel hier. Ik vind het hartstikke gezellig. En ik tennis ook competitie. En ik tennis ook toernooien. En het is een hele gezellige club. Ja, het worden steeds meer mensen. Dus het wordt steeds gezelliger. Sinds wanneer tennis je? Sinds 2007. En hoe ben je hier eigenlijk aan het tennissen geraakt? Nou, via Just. Dat is zeg maar de eerste tennislesleraar. En dat vond ik heel erg leuk. En toen ben ik doorgegaan hier en toen ben ik competitie gaan spelen. Dat is leuk natuurlijk, want dat kun je binnen en buiten doen. Heb je nog een voorkeur voor binnen of buiten? Het liefst buiten, want dat vind ik gezellig met iedereen op het park. Ja, en dat is eigenlijk ook met tennis eigenlijk ook eigenlijk een buitensport, hè? Ja, dat vind ik wel. Want binnen, ja, geen wind. Mensen kunnen niet kijken. Ja, achter het glas. En buiten vind ik leuk. Nou, zei je al, je speelt competitie. Nou, doe je dat binnen de club, maar speel je ook nou zelf toernooien? Ja, ik tennis ook toernooien. Vroeger was hier, 2 jaar geleden, was hier ook een tennistoernooi. Een K5 toernooi. En dat is afgeschaft. Heel jammer, maar ik tennis vaak toernooi, ja. Nou, je hebt al aangegeven dat je het naar je zin hebt, hè, bij de club. Ja, ik vind het heel gezellig. Ja, dat is het. Ik heb wel begrepen dat de vereniging toch van heel ver heeft moeten komen, want een paar jaar geleden was de situatie nog heel anders. Ja, dat klopt. Zeg maar vanaf zo'n beetje 2000 tot 2007, ja, was de club een beetje ingekakt, om het zo maar even populair te zeggen. En de jeugd kwijnde volledig weg. Maar dat had ook met het enthousiasme te maken. Het liep allemaal niet zo lekker. Ze konden hun eigen zaakjes toch moeilijk voor elkaar krijgen. Vrijwilligers waren er op dat moment haast niet meer. En toen is er een nieuwe ploeg opgestaan. En die draait nu zo'n jaar 6-7. En die zijn van klein naar behoorlijk groot nu terechtgekomen. Vandaar dat we hier met zo'n enorm enthousiaste groep staan. Ook kinderen.
Ja, want even over die dag van vandaag. Dat is niet natuurlijk iets wat je gisteren hebt georganiseerd. Er gaat natuurlijk de hele organisatie jou vooraf. Wanneer ben je daar binnen de vereniging mee begonnen? Ja, eigenlijk moet je dat even in tweeën knippen. We hebben een jubileumcommissie die al een jaar bezig is om met flinke voortvarendheid de zaken aan te pakken. Die hebben een budget van het bestuur gekregen en die hebben de schouders eronder gezet. Die pakken met name de rest van de dag na de clinic van de kinderen. De clinic, daar heeft de jeugdcommissie, waar ik ook deel van uitmaak, zeg maar de voorbereidingen voor getroffen. En eigenlijk zijn die pas de laatste 2 maanden op gang gekomen. Omdat we natuurlijk afhankelijk zijn van of we voldoende subsidie daarvoor konden losweken. En daar moeten we ook het Schiedam-Vlaardingenfonds voor bedanken. Die ons in staat heeft gesteld om in dit geval zo'n kanjer als Paul Haarhuis hier te krijgen. Hoe snel mogelijk een groepje van de Bij me staat Paul Haarhuis. Ja, Paul, welkom in Schiedam. Ja, dankjewel. Leuk om te zijn. Je hebt zojuist een clinic gegeven voor de jeugd van TSM. Wat leer je de jeugd bij zo'n clinic? Nou, ik ben bezig op dit moment met de volleys. En dan is het belangrijkste om het racket voor je te houden. En vooral je voeten wat te laten doen. Heel vaak denken ze, oh, aan het net moet ik heel weinig, maar hoef ik niet zoveel te doen met mijn benen. En morgen kan ik alles met mijn arm doen. Maar het is toch het allerbelangrijkste met je benen zorgen dat je bij die bal komt. En dat je arm eigenlijk alleen maar de richting geeft en niet gaat swingen op zijn bal. Nou, veel mensen kennen je natuurlijk ook vanwege de wedstrijden die je hebt gespeeld. Want je hebt natuurlijk grote prijzen ook binnengehaald. Ook met name het dubbelspel met Jacco Elting. Is het dan ook leuk om je kennis weer over te geven aan jonge mensen? Ja, zeker. Nou, ook, mag ook oudere mensen zijn hoor. Mij maakt niet uit tegen wie ik sta. Op het moment dat ik daar mee op de baan sta, dan wil ik datgene bijbrengen wat ik weet aan kennis en ervaring. En, nou ja, in dit geval zijn het alleen de jeugd, dus hartstikke leuk. En er zitten veel goede jeugdspelers bij, dus leuk om met ze op de baan te staan. Nou is tennis eigenlijk natuurlijk een individuele sport, maar hoe belangrijk is het dat je dat in een vereniging kunt doen? Nou, ik denk dat vereniging wel een heel sociaal element kan spelen in het leven van mensen en kinderen. Het is toch een plek waar je dan komt met je vriendjes en op de baan rondhangen en even spelen en dan weer even trainen en dan weer eventjes gewoon een beetje rondhangen. Weet je wat, zo deden wij dat vroeger in ieder geval heel veel, dat zie je steeds minder. Maar het is omdat de kinderen natuurlijk steeds meer met de computer en de iPad en de iPhone en weet ik veel, alle telefoons bezig zijn. Maar dus is een club wel heel belangrijk. En dan zie je ook dat de clubs die daar heel erg mee bezig zijn. En veel vrijwilligers hebben om hun leden actief te houden. En lekker te betrekken bij bepaalde evenementen. Dat die clubs ook heel erg populair zijn bij de jeugd. Omdat ze daar graag komen. Even in jouw situatie. Hoe ben jij ooit gaan tennissen? Hoe is dat ooit bij jou begonnen? Ik ben begonnen. Ik heb 2 oudere broers, 1 jongere. En mijn oudere broers en mijn ouders tennisten. En vanaf een bepaalde leeftijd mocht je lid worden. Dus ik zag eerst mijn oudste broer lid worden. Toen moest ik tegen het muurtje aan tennissen. En toen ging mijn oudere broer tennissen. Moest ik nog steeds tegen het muurtje tennissen. En op een gegeven moment mocht ik ook lid worden. En dan mag je echt op de baan. En, dus ik kom vanuit een tennisfamilie. En dan komt het moment dat je ziet dat je de aanleg voor hebt en dat je ook mee kunt met de top. Wanneer zie je zo'n moment dat je denkt van nou ja, het gaat toch wel erg goed? Ja, bij sommigen zie je het wat eerder dan bij anderen. Bij mij kwam het heel laat. Ik was nationaal gezien best wel een talent, maar internationaal gezien helemaal niet. En, dus ik heb ook nooit van een tenniscarrière gedroomd. Ik wilde vroeger altijd voetballer worden. En pas op het moment dat ik naar Amerika ging om te studeren en daar ook meteen moest tennissen in het tennisteam. En ik voor het eerst in mijn leven echt elke dag moest trainen. En ik dus heel veel uren maakte. Toen ging ik dusdanig vooruit dat ik na 3 jaar de universiteit had voel van, jeetje, als ik volgend jaar klaar ben, wil ik het wel eens proberen fulltime. Want ik heb hier in de zomer een paar kleine proftoernooien gespeeld en die gingen heel goed. Dus misschien is dat een voorbode dat het wel zou kunnen. Wat is het belangrijkste om te slagen in het tennis? Veel plezier halen uit het feit dat het, ondanks dat het toch je werk is. Dus ja, bereid zijn om heel hard te werken en er heel veel voor te laten en er heel veel voor te doen. En dat is gewoon, het is een individuele sport, dus je kan eigenlijk nooit genoeg doen.
Hè? Omdat het, je kunt je niet verschuilen achter iemand anders. Hè? Je moet het zelf doen. En het kost heel veel reistijd. Weet je? Je kunt het niet in Nederland doen. Je kunt niet zeggen, oh, nu speel ik dit internationaal toernooi van Schiedam. En dan volgende week het internationaal toernooi van Rotterdam. En de week daarna het internationaal toernooi van Den Haag. Dat gaat helaas niet. Dus ja, je bent heel veel van huis, heel veel in hotels. Ik zat meer dan 40, 45 weken per jaar in een hotelkamer. Maar plezier is dan echt ook de basis voor heel veel? Je moet van het spelletje houden, anders wordt het heel moeilijk om al die opofferingen ervoor te doen en voor te laten. En dat is toch wel belangrijk. En dat je plezier haalt uit het feit dat jij iets unieks doet, wat voor heel weinig mensen is weggelegd. En dat jij, daar alles voor moet doen en laten om de top te bereiken, want anders gaat het niet lukken. Is het ook leuk dat je dat plezier dan ook weer terug ziet hier bij de jeugd? Ja, maar hier begint het allemaal. Hè. Iedereen begint als jong meisje of jongetje die ook op tennisclub komt en een balletje slaat en daar plezier in heeft. Daar begint het allemaal mee. Zo ben ik vroeger ook begonnen. En ja, dat is leuk om te zien en dat brengt natuurlijk herinneringen mee naar boven. Ik zie het ook bij mijn kinderen die tennissen en dan kom je toch weer op de club en dan... Nou ja, dan slaan ze een balletje en dan spelen ze een jeugdcompetitie en dan spelen ze mini-tennis. En zo begint het allemaal weer, dus leuk. Als we hier even kijken naar de clubs, ze hebben een mooie hal en er zijn mooie buitenbanen. Dat zijn natuurlijk ook belangrijke voorwaarden, denk ik, hè, voor een vereniging. Ik denk heel belangrijk is dat je banen hebt. Maar het allerbelangrijkste is enthousiaste bestuur. Jeugdbestuur, jeugdcommissie, enthousiaste mensen. Een hele enthousiaste trainer. Dat is belangrijk, of trainster, hè, dat die de jeugd animeert. Want bij tennis is het wel zo, je wordt lid, maar dan moet je toch gewoon training krijgen. Hè, met een hockeyteam of een voetbalteam, ja, dan gaat een van de ouders je coachen. Hè, dus bij een tennis is dat zo niet het geval. Dus in eerste instantie is het heel belangrijk dat de mensen op de club jou heel welkom laten voelen en heel enthousiast zijn. En dan zijn natuurlijk daarna de faciliteiten heel belangrijk. Kijk, op het moment dat je op een club komt waar ze vier banen hebben en één competitieteam. Ja, en je bent een beetje getalenteerd, dan ben je heel snel uitgekeken. Dus dat is belangrijk. Een hal zoals hier, dat is wel een heel erg luxe. Dat hebben weinig clubs. Dus ik vind niet dat het een must is. Hè, dit is zeg maar ongelooflijk dat ze zo'n mooie hal hebben. En dan hoor je ook dat ze op deze club gewoon... Die zes banen zijn gewoon, de hele winter zijn ze gewoon zo vol, dat het bijna moeilijk is voor mensen om een baan te huren. En dat is alleen maar mooi om te horen, dat er zoveel mensen plezier aan tennis hebben. Dat doet mij deugd. Ja, en daardoor ziet denk ik ook de toekomst van het tennis hier en voor de vereniging er denk ik ook goed uit. Ja, zeer zeker. Kijk, je wilt als vereniging natuurlijk veel leden hebben. Maar je wilt ook de vereniging de kans bieden om veel te tennissen. Je bent hartstikke blij met 500 leden meer. Maar als je niet genoeg banen hebt, dan worden ze toch niet blij. Dus je wil en genoeg faciliteiten, maar ook heel veel leden. En dan vooral een gezellige club. Waar het fijn vertoeven is. Want dan kom je graag naar de club. En ja, en als je dan talent hebt, dan ga je gewoon vaker trainen. En dan kun je ook nog kijken wat je mogelijkheden zijn wat de top betreft. Oké. Ik bedank je voor de tijd, Paul. En ik ga je nog heel veel plezier vandaag hier bij TSN toewensen. Ja, dankjewel. Gaat het lukken, ja. Hopelijk nog vele jaren een mooie club hier. Dus bedankt. Okay. Stel dat er nog kinderen zijn die naar aanleiding van deze reportage denken van nou, ik zou wel eens willen gaan kijken bij het tennissen. Wanneer kunnen ze dan het beste bij jullie terecht? Ja, ze kunnen sowieso altijd hier terecht. Als ze naar Margriet, dat is mijn vrouw, vragen. Die is eigenlijk de spil in het jeugdgebeuren. Dan worden ze gelijk meegenomen en meegezogen in het traject. En wat dat betreft staan wij open voor alle jeugdleden. Iedereen die wil tennissen, die kan hier terecht. En die kiest zelf een trainer uit. Dat staat los van ons. Maar wij organiseren daarnaast tal van activiteiten. Niet alleen de competitie die draait, maar ook trainingen en clinics. Ook eenvoudige clinics als dit is regelmatig aan de orde. En hetzelfde geldt denk ik ook voor vrijwilligers. Dat die ook als ze tijd en gelegenheid hebben en zin hebben om wat te doen voor de club, ze dan het beste even langs kunnen komen. Ja, die zijn zeker van harte welkom, want daar kun je er nooit genoeg van hebben. Absoluut. Ja. Oké. Nou, dan ga ik u voor vandaag nog een hele fijne dag toewensen. En dan vinden we het fijn om te merken dat TSN er gezond voor staat.
Oké, okay, dankjewel voor de aandacht die we hiermee krijgen vandaag. Ja? Nou, ook jij bent aan het spelen nu bij TSN. Zijn jullie samen hier bij de club gekomen? Nou, ik was al iets eerder. Ik speelde al bij de Stichting NAR. Dus ik tennis hier al 8 jaar en 6 jaar competitie. Nou, dat is ook al een behoorlijke tijd. En dan doe je dat, neem ik aan, zowel binnen de club als ook individueel? Ja, ik speel ook buiten de club toernooien. En binnen de club gewoon competitie. Ja, dan ben je natuurlijk ook bezig met je sport. Wat zijn nou je punten die je nog wilt verbeteren in je spel? De service wil ik nog zeker verbeteren. Dat heeft altijd wel eens een aandachtspuntje gehad. En verder nog wat meer tempo in het spel krijgen. Dat is het belangrijkste. Hoeveel train je? In de zomer 3 keer per week, in de winter 1 of 2 keer. En dan is het wel fijn natuurlijk dat dat hier in de hal kan in de winterperiode. Ja, in de winter kan je gewoon doortrainen en ook vrij spelen in het weekend. Dat is wel fijn. Ik even terug naar je broer, want daar moet ik het ook natuurlijk even aan vragen. Wat wil jij nog je spel verbeteren? Service en techniek. Want dat moet wel beter. En hoe vaak train jij hier? Zomers 2 à 3. En zwinters 1 of 2 keer per week. Oké. Nou, de dag van vandaag is een clinic onder andere geweest. Hè? En er gebeurt ook heel veel. Dat is natuurlijk ook leuk, hè, dat je zo'n dag als vandaag hebt. Ja, dat vind ik wel heel gezellig. Met iedereen, de club zelf en ook Paul Haarhuis. Is wel gezellig. Heb je daar nog wat van geleerd? Nu nog niet. Ja, ik zie hem straks, dus ik ben benieuwd. Oké, jullie gaan straks nog het scherm. Jij bent nog geweest. Dan kan ik het wel aan jou vragen wat je van Paul hebt geleerd. Nou, we hebben de volley gedaan. Ik heb veel geleerd van hem. Hij heeft goede aanwijzingen gegeven waar ik op kan verbeteren. Oké, en leuk denk ik, hè, dat je dat van zo'n man kunt leren die toch een hele grote carrière heeft gehad. Ja, klopt. Hij heeft me goede aanwijzingen gegeven. Ik heb ervan geleerd en verder was het wel leuk. Oké, nou dan ga ik jullie vandaag nog heel veel plezier toewensen en ook in de toekomst voor het spelen bij TSN.